In deze videobyte ga ik je laten zien hoe je de functie automatisch afspelen in Windows naar je hand kan zetten. Automatisch afspelen is heel simpel. Ik doe bijvoorbeeld een DVD in de DVD-speler van de computer. En als dan nadat hij het schijfje gelezen heeft, zal er zo'n venster automatisch afspelen verschijnen waar je kan kiezen wat je wilt doen. Bijvoorbeeld de DVD-film afspelen met Windows Media Player of de DVD-film afspelen met VLC Media Player of een ander programma wat jij op je computer hebt staan. Dus deze opties kunnen voor jou verschillen. Maar het kan een beetje omslachtig zijn om steeds te moeten klikken op ik wil hem met Windows Media Player afspelen, terwijl je dat eigenlijk altijd wilt. Nou, dan kun je heel simpel dit beïnvloeden. Je gaat naar het startmenu, vervolgens naar configuratiescherm en dan zie je hier een optie hardware en geluiden. Daar ga je naartoe en dan zie je hier opties voor automatisch afspelen. Als je daarop klikt krijg je een hele rij met opties. En dan kun je voor allerlei soorten apparaten, bijvoorbeeld audio cd's of dvd films, maar zelfs ook bepaalde afbeeldingen, een lege blu-ray schijf of zelfs apparaten zoals camera's of usb sticks, kun je instellen wat er gedaan moet worden als die verbonden wordt of in het geval van dit soort schijfjes in je computer wordt geschoven. Stel, ik pak het voorbeeld weer van de dvd film. Als ik hierachter klik, dan kan ik een standaard instelling kiezen. In dit geval kies ik bijvoorbeeld om de DVD-film af te spelen met de VLC Media Player. Daar klik ik op. Vervolgens klik ik op opslaan. Dan kan ik dit venster weer sluiten. En wat er nu gebeurt als ik dus wederom die DVD in mijn speler stop, dan zal die nu dus standaard openen in VLC Media Player, zoals we hadden ingesteld. En we hoeven dus niet steeds te kiezen wat we willen. Vond je deze video bijt handig? Deel hem dan met al je vrienden, like ons op Facebook en volg ons via Twitter.